We kijken vandaag naar mensen die vastzitten op gekke plekken. Zoals deze twee vriendinnen die hier op dit hek zitten. Maar hun broek zit dus vast aan die palen en ze kunnen er niet meer overheen. En dit is ook waarom je nooit over een hek heen moet klimmen zoals je ziet. En de lach was natuurlijk ook enorm aanstekelijk. Deze gast wordt hier geholpen door een aantal brandweermannen. Want hij zit namelijk vast in een schommel zoals je kan zien. En ja, deze schommels zijn natuurlijk voor kinderen gemaakt. En dat had deze gast waarschijnlijk niet door. Ik bedoel, kijk hem zitten dan. Dit is toch te zielig voor woorden. Deze man zit vast in deze glijbaan zoals je kan zien. En ja, deze glijbaan was wederom weer voor kinderen. En vanaf deze foto zie je echt al helemaal hoe vast dat hij zit. Kijk dan, zijn hele buik zit er gewoon in. En hij komt er gewoon met geen mogelijkheid meer uit. Hoe kun je ook zo dom zijn om dit uit te testen? Echt, ik snap er helemaal niks van soms. En hier kun je het nog beter zien. Hoe dat hij dus vast zit in deze glijbaan. En dit ziet er toch wel een beetje treurig uit, zeg. Ik hoop in ieder geval niet dat hij dit speelhuisje sloopt. Want misschien heeft hij het wel net deze dag voor zijn kind gekocht. Voor zijn verjaardag of zo. Zou een beetje zielig zijn. Deze meid zit hier aan deze kant van het hek. En Oh nee, ga er nou niet doorheen. Oh, je hoofd is te groot, mevrouw. Je hoofd is te groot. Je had er misschien beter overheen kunnen klimmen. Oh, kijk dan, joh. Ze komt er gewoon ook niet meer uit. Ja, nu is het ook heel erg handig om weer aan de andere kant er doorheen te kruipen. Met je benen, zeg maar. Want dit gaat niet meer goed komen. Kijk ook hoe zelfverzekerd ze dit doet. Van ja, hé, het gaat wel lukken. Easy. Easy. Maar nee, let op. Ze zit vast. En ze komt hier niet gauw meer weg. Het zou je maar overkomen. Deze man zit vast in deze paal. En bij deze foto denk je echt van, hoe is het je in godsnaam gelukt om hierin te komen? Ik zou het niet weten. Kijk dan ook hoe bekneld hij er hierbij zit, joh. Dit is toch, oh, dit is gewoon zielig. Dit is echt gewoon zielig. Hij heeft ook zijn voeten nog doorheen gedaan. Hij zit nou wel gewoon lekker op zijn knieën. Waarschijnlijk te wachten op hulp, want ja, hier ga je natuurlijk niet meer uitkomen. Ik hoop voor hem dat de brandweer er snel aankomt. Mijn vriend zijn hand zit vast in een hek. Oké, oh, hij komt er ook gewoon niet meer uit. Nou, ja. Oké, dit is weer zo'n typische video van doe dit en het werkt. Nou, en dan draait hij zijn hand. Ja, tuurlijk. Dit kon al die tijd al. Ha, dat heeft hij zelf ook wel door. Maar hé, deze TikTok heeft waarschijnlijk wel super veel views. Oké, deze vrouw die gaat hier door dit gat heen. Oké, alsjeblieft, doe het niet. Doe het niet. Je komt vast te zitten. Je komt echt vast te zitten. Mevrouw, doe het nou gewoon niet. Oh, het lukt er gewoon. Hé, die zag je niet aankomen in deze video. Maar soms loopt het ook goed al. Deze jongeman wilde lekker gaan schommelen. En deze foto's heb ik echt al super vaak voorbij zien komen. Maar ze blijven wel echt hilarisch. Ik bedoel, kijk dan. Die benen die passen er nog niet een beetje doorheen. Dit had hij ook echt al zwaar van tevoren kunnen bedenken. Want ja, hé. Ja. Je gaat er niet meer uitkomen, vriend. Ik denk dat je een brandweer moet bellen die jou hieruit kon bevrijden. Want dit komt niet meer goed. Zie zijn hoofd ook gewoon. Hij heeft er echt geen zin meer in. Het klunzige kind. Oké, dit is zo'n stereotype video. Oké, ik ben benieuwd. Wat gaat hij doen? Oh ja, die gaat altijd op zijn plaat in de speeltuin. Ja, tuurlijk. En nu zit hij weer vast. Ja. Dit zou ik zo kunnen zijn, weet je. Ik ben ook wel eigenwijs genoeg om dit soort dingen te doen. Helaas. Oh nee, deze gast die zit vast tussen een ladder. Hoe krijg je dit nou weer voor elkaar dan? Hij is waarschijnlijk omhoog geklommen of zo. En nu zit hij hier gewoon vast en komt hij er ook gewoon met geen mogelijkheid meer uit. Oh mijn god. Hoe krijg je dit voor elkaar, meneer? Hoe lijkt je dit ook een goed idee? Die ladders zijn er niet voor gemaakt om op te klimmen. Ik weet niet hoe hoog die ladder is, maar waarschijnlijk heel erg hoog. Oh mijn god. Oh, het was een klimparadijs. Oké, ja, nee, dan snap ik het nog wel ergens, maar... Oh mijn god, hij is wel blij dat hij eruit komt, hoor. Hij was even ziek in paniek. Het is maar goed dat dit goed gekomen is. We hebben hier een moeder of zo. En die zit hier lekker te chillen in de schommel. En je ziet de brandweer er al bij staan. En die denken echt van, niet helemaal de bedoeling dit, hè? Nee. Maar ja, heel eerlijk, hoe kan je ook denken dat dit een goed idee is? Ik heb het al vaker gezegd bij die schommels. Maar echt, dit gebeurt ook zo vaak. Dit is al de tweede of derde die we in deze video zien. Ik weet het niet meer. Maar kom op, dit kan je toch van tevoren weten, man. Dit is in ieder geval niet heel erg slim om te doen. Oh nee, mevrouw, wat heb je gedaan? Waarom doe je dit? Waarschijnlijk wilden ze even snel kijken wat er in een mandje zat of zo. Nee, waarschijnlijk niet. Maar ze komt er gewoon niet meer uit. Ze vindt het wel leuk. Dat is een pluspunt. Want kijk hoeveel lol ze hiermee heeft. Ik bedoel, ze zit vast, maar ze maakt er wel gewoon het allerbeste van. Deze gast is niet zo slim geweest. Hij zit namelijk met zijn vinger vast in deze muur. En ja, dat kan heel erg pijnlijk zijn. Vooral als het dus je pink is. Want kijk hem dan staan. Dit ziet er toch zo ontzettend knullig uit. Oh mijn god, dit is gewoon zielig. Die gast die erbij staat, die vindt het wel echt super grappig om dit te zien. Snap ik ook. Ik zou je ook super hard om lachen als ik ernaast stond. Oh, maar dit is wel weer echt een hele knullige actie, hoor. En gesproken over vingers die vastzitten. Deze mevrouw, die heeft haar vinger vastzitten in een winkelmandje. En ze is zelfs met het winkelmandje naar de wc gesneakt, omdat ze zich waarschijnlijk schaamde of zo. Oh, wat? Wat? Ze hebben gewoon letterlijk de brandweer moeten bellen om de vinger eruit te halen. Oh mijn god. Hé, dit is wel een ziek avontuur. En hij mocht dat ding gewoon
houden, dat stukje van die man. Hé, dat is een leuk aandenken voor later. Ik zou hem meteen boven mijn bed aan. Deze man dacht dat het een fantastisch idee was om op deze manier in deze schommel te gaan zitten. Maar deze schommel is natuurlijk gemaakt voor kinderen. En zoals je ziet, zit hij nu in een andere positie. Wat betekent dat hij hier heel erg lang ingezeten heeft. Maar uiteindelijk is de brandweer hem komen redden en is alles goed gekomen. Nou, het lijkt net een sprookje. Wat een mooi verhaal zeg. Ja, wat hier gebeurd is, durf ik ook niet met alle zekerheid te zeggen. Ik weet alleen wel dat zij vastzit in een mand. En deze filmpjes zie je ook vaak voorbij komen. Volgens mij heeft, denk ik, iedereen dit wel eens meegemaakt. Of ben ik gewoon raar? Ik heb namelijk wel eens op deze manier vastgezeten in een wasmand. En dat was niet heel erg fijn. Ze proberen er ook gewoon om te keepen, hè? Hey, let's go. Ze is eruit. Oh mijn god. Nee, joh. Oh, dit is vervelend, zeg. Oh mijn god, je zou maar vastzitten in een achtbaan. Met regen ook nog, hè? Ik bedoel maar. En ze proberen ook zo helemaal te duwen van... Kom op, we moeten vooruit. Maar hij gaat natuurlijk niet vooruit. Oh mijn god. Het is maar goed dat hij niet vooruit gaat ook. Want anders dan maken ze niet genoeg vaart en kunnen er hele erge dingen gebeuren, denk ik. Maar goed, ik hoop voor ze dat ze er op tijd uitgekomen zijn. Want dit ziet er niet heel prettig uit. Dus daarom mensen, stap alleen in een achtbaan. Op eigen risico. Als je zo in een achtbaan vastzit, is het nog vervelender. Want kijk dan, ze zitten letterlijk achter of zeg maar met de rug naar beneden. En ze hangen gewoon vast. Dit is echt die positie waarbij je het meest bang bent in de hele achtbaan. En nu hang je er dus permanent in. Ja, dit gun ik mijn ergste vijand niet. Op deze foto hebben we weer een klassieker hoor. Deze man zit namelijk weer vast in de schommel. Oh, 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 meneer, hoe krijg je dit ook voor elkaar? Je ziet het, de brandweer is er natuurlijk alweer bij. Echt, in dit soort situaties is de brandweer echt je grootste vriend. Deze vrouwen zitten hier lekker te chillen in een stoel. Maar deze rechtervrouw, die zit vast, want die komt er gewoon niet uit. En deze linkervrouw ook. Ja, ze doen heel erg hun best, maar... Het gaat niet werken. Nee. Ze hebben even een handje nodig. Maar die vrouw die zeg maar staat te filmen vindt het belangrijker om te filmen dan hun eventjes eruit te helpen. Ja, ik zou hetzelfde doen. Weet je, ik geef het een groot gelijk. Oh, ze komen er echt niet uit. Zijn het moeder en dochter of zo? Gewoon dezelfde genen. Ja, dat gaat niet lukken. Oh mijn god. Ja, nee, die komen er echt met geen mogelijkheid meer uit, joh. Oh my days. Oh, 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 oh. Ja, dit is echt... Oh, oh. Au, au. Ja, dit is een pijnlijk moment. Dit is een heel erg pijnlijk moment. We zitten ook gewoon al 30 seconden in deze video en ze is er nu pas uit. En zelfs slomer dan de moeder. Mevrouw, waar ben je mee bezig? Deze vrouw zit vast in een stoel. En dit is zo'n typisch babystoeltje die gemaakt is voor baby's. En niet voor jou mevrouw, want jij bent waarschijnlijk iets, ik schat je rond 23 of zo. Misschien ben je wel moeder geworden en dacht je van eerst even testen of dat die lekker zit voor mijn baby erin gaat. Maar nee, dat is geen goed idee, want je ziet het maar weer. Je zit gewoon hartstikke vast en misschien moet zij nu ook wel bevrijd worden door de brandweer. Het stoeltje is in ieder geval kapot. Dat is één ding wat zeker is. Mijn vader zei ons dat we naar het winkelcentrum moesten om te kijken naar een gast in een glazen... En... Oh, wat? Hoe komt hij daarin? Er staat ook bij, hij lijkt er echt om het standbeeld te zijn. Ja, maar dit is geen standbeeld. Dit is sowieso geen standbeeld. Dit is een echte gast. Maar hoe komt hij in deze bak? Je kent dit soort winkelwagentjes wel. Gemaakt voor kinderen om kinderen een leuke tijd te geven in hun favoriete supermarkt. Maar ja, deze vrouw die dacht er even anders over. Ze dacht, voordat mijn kind erin gaat, ga ik hem even uittesten. En op deze manier is het kind waarschijnlijk niet heel erg blij. Want ja, ze zit vast in dat ding. En wat? Zit er nou trouwens nog iemand achter haar ook? Oké, zitten ze met z'n tweeën in het ding? Dat heeft al helemaal geen nut. Even serieus, waarom zou je dit doen? Ik bedoel, dat zij erin zitten is al erg genoeg, maar ze zitten dus met z'n tweeën vast. Dit is echt niet normaal. Deze rapper zit vast in deze deur, oké. Oh mijn god. Oh, ja. Dat is balen, dan zit je gewoon vast inderdaad. Ik hoop voor hem dat hij maximaal 2 minuten heeft vastgezeten. Want in zo'n draaideur wil je gewoon niet vastzitten. Vooral als de zon schijnt, dan wordt het echt snikheet in die dingen. Wat hebben we hier dan? Oh mijn god, deze man zit vast in deze gordel. Oh mijn god. Hij komt er ook gewoon niet uit, hè? Nee, dit filmpje gaat heel lang worden waarschijnlijk. Hij gaat hier gewoon niet uitkomen. Nee. Ik had gelijk, mensen. We zijn hier op de helft van dit filmpje en deze man zit nog steeds vast. Het filmpje duurt namelijk 2 hele minuten. En als het hem zo lang duurt om eruit te komen, zou dat heel erg vervelend zijn. En dit is het einde van het filmpje en we gaan niet eens meer zien dat hij eruit komt. Hij blijft gewoon vastzitten. Oké. Oh nee, deze man die... Oh, ik dacht dat hij zei, ik zit vast in een toilet, maar zijn hand zit vast in een toilet. Krijg je dit van... Oh, wat? Oh mijn god. Hij wordt helemaal gek, joh. Oh, dit zou je ook maar gebeuren. Dan zit je eerst nog even een kwartier te twijfelen van, ik kan toch nu niemand roepen, weet je? Want hoe gaan ze dan over me denken als ze dit zien?
Dag 2, ja, ja. Het is goed met je. Oh, mijn god. Oh, nee. Dit is... Gaat hij nou doorspoelen? Dat maakt het niet beter, lijkt me, hoor. Dag 4, hou op. Nee, dit klopt niet. Maar hey, wel heel erg vervelend voor je. Deze gast zit in zo'n mooie mascottepak en hij komt hier dus niet meer uit. En dat lijkt me heel erg vervelend, want dit lijkt me echt een van de meest, ja, echt meest klote plekken om in vast te zitten. Want ja, dit kan wel eens heel erg warm worden. En je kunt ook niet zomaar iemand roepen, want ik denk dat dat pak echt heel erg afdempt, zeg maar, als er iemand in zit. Als je daar zeg maar doorheen roept, dan komt er geen geluid doorheen. Dit filmpje heeft ook gewoon geen geluid. Dat zegt alweer genoeg. Oh, hij gaat erbij zitten hoor. Oké, nu komt het mens. Nu komt het. Oh nee, het komt niet. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Gozer, doe gewoon dat ding van je hoofd af joh. Niet zo moeilijk doen. Kom op. Oh, gaat het hem lukken? Ik weet echt niet of dat het hem gaat lukken. Oh nee. En zijn handschoenen krijgt hij ook al niet uit. Ik hoop voor deze man dat hij er snel uitgekomen is. We hebben hier zo'n glijbaan. En ik denk dat ik al weet wat er gaat gebeuren. Ik vraag me namelijk altijd af bij dit soort glijbanen of dat dit gaat gebeuren. En kijk, ja, ze komt net er niet overheen. En dan glijdt ze weer terug. Oh mijn god. Oh, dat lijkt me zo eng, want dan denk je misschien van... Oh nee, dadelijk komt iemand achter me aanglijden of zo met volle snelheid. Dit lijkt me niet heel prettig om mee te maken. Oké. Oh nee, dit zijn chipzakjes die komen vast te zitten. Dit is nog het ergste filmpje die we hebben gezien vandaag. Kijk dan, joh. Nee, joh. Nee. Dit gun je toch niemand? Kijk, ze hebben het hele automaat vol of leeg gekocht. En dan valt er geen één, zeg maar, doorheen. Wat is dit? Ja! Ja, let's go, ze hebben er één. Alleen duurde dat wel echt veel te lang en heeft het echt veel te veel geld gekost. Klik hier voor dingen die TikTok mij liet kopen. En dat zijn hele vette gadgets die je zeker niet kan missen. Echt, je moet erop klikken. Dit is een superleuke video. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Want op die manier krijg je elke dag helemaal gratis een video in jouw inbox. En je maakt me er super blij mee. Dus kom op, waar wacht je op? Abonneer hier beneden. Bedankt mensen. Doei doei.